gaan naar Lisette. Want er is weer een nieuwe naam bijgekomen in de strijd om het CDA-lijsttrekkerschap. Ja, we hadden natuurlijk al Hugo de Jonge. Mona Keizer was ook een naam die kort geleden bekend is geworden. En nu heeft ook Martijn van Helvert zich daarbij aangesloten. Hij woont in het zuiden van het land en hij is al sinds 2015 lid van de Tweede Kamer. Hij was onder meer fractievoorzitter van het CDA in de Provinciale Staten van Limburg. En in het AD vertelt hij onder andere dat hij, net zoals Mona Keizer, Forum voor Democratie niet bij voorbaat uitsluit. En dat hij, als hij gekozen wordt als lijsttrekker, in de Tweede Kamer zal blijven. Financiënminister Wopke Hoekstra ziet hij als zijn ideale premierskandidaat. En we hebben nu contact met meneer Van Helvert. Goedemorgen, meneer Van Helvert. De deadline voor de aanmelding die verliep gisteren om 12 uur. U heeft nog net op tijd uw brief ingeleverd, heb ik begrepen. Waarom heeft u besloten om u toch kandidaat te stellen? Nou, ik vind het eigenlijk heel mooi om de Randstad en de andere regio's van Nederland te verbinden. En ik zag dat de meeste lijsttrekkerskandidaten, zowel in onze partij, maar ook in andere, vooral uit de Randstad of in ieder geval de provincies Noord- of Zuid-Holland kwamen tot op heden. En ik vind dat er wat te kiezen moet zijn. En ik denk dat juist die verbinding door een lijsttrekker, zoals ik, uit het zuiden, die zegt, ik blijf in die Tweede Kamer zitten, ik ben een volksvertegenwoordiger, maar ik vraag wel, als we een minister mogen aanwijzen, mijn eerste kandidaat is Wopke Hoekstra uit Den Haag, dan heb je een fantastische verbinding met de Randstad en de regio. Ja, Wopke Hoekstra dus, zegt u inderdaad ook als de ideale premierskandidaat. Heeft u hem eigenlijk zelf al gepost? Nee, ik heb hem dat niet gevraagd. Maar ik weet zeker dat als ik straks die lijst mag trekken en wij worden groot als partij en wij mogen een minister leveren, een premier leveren wellicht, dat Wopke die verantwoordelijkheid zeer zeker zal nemen. Want ik ken Wopke als een zeer verantwoordelijk bestuurder, een adequaat bestuurder. En dat zal hij ook zeker doen. Ja, en u heeft nu dus twee kandidaten tegen u eigenlijk, zo zou dat kunnen zeggen. U zit eigenlijk een beetje aan dezelfde kant als Mona Keizer. En meneer De Jonge zit eigenlijk weer wat meer aan de linkerkant van het spectrum. Iets wat meer aan de rechterkant, als ik het goed begrepen heb. Heeft dat voor u niet ook nadelen dat u daar samen tegelijkertijd met mevrouw Keizer zit? Nou, ik zit er eigenlijk helemaal niet. Dus ik ga ook niet zozeer of je links of rechts bent of Randstad of regio. De vraag is, kan die lijsttrekker die groep verbinden? En dat kan ik heel goed. Ik ben heel goed in een lijst om die lijst aan te voeren, aan te trekken. Ik ben een campaigner in hart en nieren. Ik ben een christendemocraat in hart en nieren. En laat mij dan ook lekker in die Tweede Kamer straks mijn werk doen. En laten we Wopke Hoekstra nou dat werk van een premier of een minister van Financiën doen waar hij zo goed in is. En of je nou links of rechts bent, dat zijn eigenlijk maar woorden voor mensen die daar vast voor geleerd hebben. Maar het gaat uiteindelijk om, hoe verbinden we elkaar? Wat verbindt Nederland? Want dat is volgens mij waar we juist zoveel behoefte aan hebben. Duidelijk. Bedankt voor de toelichting, meneer Van Helvert. En veel succes. Ja, meneer Van Helvert, het is nu een derde kandidaat. We dachten, het gaat tussen Mona Keizer en Hugo de Jonge. Ja. Maakt hij ook kans, denk je? Want hij is natuurlijk minder bekend. Hij zit niet in het kabinet. Ik acht het onwaarschijnlijk dat hij gekozen wordt. Wat strategisch wel zo is, is dat Hugo de Jonge zijn kansen vergroot worden doordat Martijn van Helvert zich nu in de strijd mengt. Omdat hij gaat concurreren met Mona Keizer. Kijk, Martijn van Helvert kan zeggen, ik zit daar niet en het maakt mij niet uit wie links of rechts is. Maar degene die hierover moeten gaan stemmen, ja, die kijken daar natuurlijk wel naar. En Mona Keizer is dus ook wat conservatiever, net als Martijn van Helvert. Dus degene die wat conservatiever zijn, ja, die gaan hun stemmen verdelen over deze twee kandidaten. Mm. En Hugo de Jonge, ja, heeft wat minder concurrentie eigenlijk aan zijn kant. En het feit dat hij dan zegt, nou, ik wil Wopke Hoekstra als premier. Hij heeft hem nog niet gepolst overigens. Is dat een manier om mensen aan zich te binden? Het is misschien ook een manier om Wopke Hoekstra weer een beetje terug in het spel te krijgen. Want ja, als je zegt dat je niet meedoet, dan ben je een beetje uitgespeeld in Den Haag. Zo werkt het nou eenmaal. Dus nu is hij ook weer enigszins in de picture. Hmm. Maar het klinkt niet heel serieus als je het nog niet van tevoren hebt gepolst. Ja. En Wopke Hoekstra heeft gezegd, hij vindt zichzelf meer een bestuurder. Dus het is helemaal niet uitgesloten dat hij dit zou willen doen. Maar ja, het klinkt nog niet heel erg doordacht. Okay.